zware gorilla ontsnapt. Boze gorilla in Blijdorp richt ravage aan. Gorilla Bokito is zelf ook erg geschrokken. Kijk een aap nooit in de ogen. Vanavond zag als dames en heren een ooggetuige van het Bokito-incident. U weet het vast nog wel. In mei 2007 barstte het mediageweld rond onze gorilla Bokito los. Wekenlang beheerste hij het nieuws. Bokito slaagde er op 18 mei van dat jaar in om van zijn eiland af te komen. Daarbij raakten tot onze spijt 3 mensen gewond, waarvan 1 zeer ernstig. Het oorspronkelijke gorilla-eiland was gebouwd in 1999 en voldeed aan alle bij de wet vastgestelde eisen op het gebied van veiligheid en dierenwelzijn. Bokito's ontsnapping werd dan ook door niemand voor mogelijk gehouden. Om een tweede uitbraak te voorkomen moest het buitenverblijf van de gorilla's drastisch worden aangepast. In een interview uit juni 2007 legt projectleider Jacques Radder uit wat er allemaal zou gaan veranderen. Het eiland zo is het nu met water. Het water gaat weg, de gracht gaat weg, want de gracht was niet veilig genoeg meer. En we hebben als dierentuin besloten dat we een hoge muur gaan maken van ongeveer 5 meter hoog. Die veilig genoeg is als voor Bokito onderuit te komen. Normaal zou die 4 meter moeten zijn, nu 5 meter. En die wordt afgewerkt met kunstrots, zodat, laten we zeggen, in het landschap helemaal opgenomen wordt. En er wordt ook weer heel veel groen teruggebracht. De aanpassing van het gorillaverblijf was een ingrijpende renovatie, waar Blijdorp uiteraard niet op gerekend had. Toch pakte de grote verbouwing achteraf helemaal niet zo negatief uit. Omdat de gracht is verdwenen, hebben de gorilla's nu zelfs meer ruimte dan in de oude situatie. Dit waren de oude contouren van het oude eiland. Met daar de gracht in. En dan kijken we nu, laten we zeggen, het landschap er rondomheen wordt. Is natuurlijk, laten we zeggen, bijna een derde groter. De verbouwing van het buitenverblijf heeft lang geduurd. De gracht moest worden gedempt en er moest een hoge muur rond het eiland komen. Om die muur er een beetje natuurlijk uit te laten zien, moest die worden afgewerkt met decorrots en veel beplanting. Voor de kijkhut is glas gekomen en ook deze kleine Bokito-tentoonstelling is in korte tijd neergezet. Bokito en zijn familie zijn inmiddels al lang weer buiten. Het tragische incident dat Nederland wekenlang in de ban hield, is het dier zelf waarschijnlijk al lang vergeten. En dat hij misschien wel de bekendste gorilla van Europa is, dat interesseert hem helemaal niks.